Maar jij kan wel echt goed zingen. Of komt er nog een keer een nummer uit dat je rapt en zingt, denk je? Alleen maar. Kun je een stukje laten horen? Op beeld. Hey, jij daar. Mijn naam is Tom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal Teen Mac. Vandaag een speciale video. Ik heb Sam van Dijk natuurlijk, die ik ken via Space, al heel lang niet meer gezien. Zou de Mackie gaan halen en toen zei hij van, hey... Waarom maak je niet gelijk een video? Want dat doe je toch wel eens? Wat ik eigenlijk nooit doe. Maar ik vond het eigenlijk wel een goed idee. Dus ik ga nu Sam ophalen. En wij gaan gewoon een beetje lullen over het leven. Kijken hoe het met Sam is. En gewoon even catching ups. En we nemen jou mee. Dus let's go. Yo man. Ik ben echt blij je te zien. Het is echt zo lang geleden. Wow. Oh, echt lang. Niet gewoon. Het is mooi man, deze auto. Ik huur deze. Ja. Mensen, ik heb geen auto. Ik huur auto's. Iemand gun me een gesponsorde auto. Ken je haar? Ja. Dat is best mooi. Michelle. Ja, ja. Nooit een move gemaakt op Michelle? Nee man. Dat is normaal als schop. Hoe is het bro? Goed. Is het lekker? Met juice bro? Ja, zeker. Nou eigenlijk niet man. Corona. Schooltour. Ja. Schooltour is gewoon is in één klap uit mijn leven weggevaagd. Dus met de nieuwe Space. Is het leuk? Zeker, zeker. Alleen we hebben wel, goed, denk ik... Ik kijk nog wel video's van. Ja, het gaat goed, alleen we hebben wel te veel geluisterd naar waar wij zin in hadden om te filmen. Ja. Versus wat de kijkers willen zien. Wat haal je eigenlijk als je meestal naar de McDonald's gaat? Een Big Mac menu, denk ik. Het is veel te veel. Ik heb dus eigenlijk al gegeten en ik ben... Ik ook, maar ik begin nu dit zien gewoon. Ik heb echt gedieet tijdens corona. Ik ben 4 kilo aangekomen, corona. Maar jij kan niet dik worden. Ik ben tantoe dik. Ik lijk wel zwanger. Ik weet niet wat ik wil. Ja, wacht. Ik wil kipnuggets. Nee, ja, flurry. Goeiedag. Dat mag. Oh, je is goed. Wow, ik krijg hier echt Space 2.0 memories van, man. We missen je wel, hoor. Ja. Ik ga eerlijk zeggen. Jullie ook, hoor. Goeie, je was altijd goede energie. Thanks, man. Je was nooit boos. Nee, man. Want op een gegeven moment vond je het gewoon niks meer. Ja, kickboksen was ik heel druk mee bezig. En ik wou er gewoon vol op focussen. Mag ik een bestelling? Zeker weten. We hebben heel na kunnen denken. We willen graag 20... Wat wilt u precies? Blijft altijd zo, via zo'n paal bestellen blijft gewoon een soort van een joke, toch? En dat is één. Dat is hij wel. Maar je bent zo op dieet dat je gewoon per se water drinkt. Ik ben niet meer heel erg op dieet, man. Maar nee. Ik ben zeg maar best wel op dieet, maar cola zero zit natuurlijk gewoon 0 calorieën. Serieus? Dus op een gegeven moment ga je uit Space. Ja. En dan is Sam in één keer een soort van verdwenen van de aardbodem. Ik heb sowieso bijna niemand gezien. Ik was een bepaald groepje mensen dat ik zag. Ik was alleen maar aan het kickboksen. En school? Ja, niet zo goed. Maar ga je verder? Nee man, ik ga stoppen. Ja. De eerste keer dat ik sprak had je een wedstrijd verloren en toen zei leg ik me gewoon uit. Ik dacht echt, toen ik bij mijn vorige gym zat, weet je, toen ik nog in Space zat, een jaar geleden. Ik was een van de best zeg maar van die kickboksschool toen. Ja. Ik dacht, ik ben echt zo hard, ik kan iedereen aan. Dus toen vocht ik tegen iemand van Serge Gym, naar een hele goede gym. Verloor ik. Dus ik kwam bij die gym toe, dat ik daar van had verloren. Ik dacht, daar moet ik trainen. Ik dacht nog steeds, ik ben echt heel hard. En ik werd door iedereen gewoon de eerste, denk ik, 2 maanden, 1,5 maand helemaal in elkaar geslagen. Meen je niet? Goeie boy. Ik lach nu, maar iedereen ik heb oprecht respect voor überhaupt dat iedereen je is echt goed, hè. En je doet het met de handschoenen wel, hè? Ja, ja. Ik sprak jouw moeder toen en die had toch een beetje een hard hoofd in het boksen. Ja. Die zei van, nou, ik ga de eerste keren nog niet langs, hoor, op die wedstrijd. Maar is ze inmiddels een keer geweest? Zoals bij mijn trainingen gewoon. En bij sparren wel, ze kan kijken. Echt? Vindt ze nu nog steeds heftig, of niet? Ja, veel heftig. Het gaat veel harder aan toe. Ik word gewoon behandeld als Sam, zeg maar. De trainer geeft geen fok om wie ik ben. Epa. Ik vond het ook helemaal geweldig. Komt u wel eens kijken? Ja, ja. En met de Space auditie heb je gezongen. Ja. Daar heb ik nooit meer van je gehoord. Nee. Zeg maar, ik weet dat je misschien niet het leukste vindt om te doen, maar jij kan wel echt goed zingen. Of komt er nog een keer een nummer uit dat je rapt en zingt, denk je? Alleen maar. Wel? Alleen maar, mensen weten echt maar niet. Maar ook ga je ook echt je stem gebruiken als in echt uithalen en zo? Ja, ja. Hou je bek. Maar mensen weten echt ik niet... Ik wil het ook echt horen, maar je mag het nog niet laten horen. Nee, nee. Maar je zat dus eerst mensen als jou... Mensen weten echt niet wat er aan gaat komen. Ik heb nu 30 nummers of zo. Maar mensen verwachten het ook niet, want ik zie mezelf niet als een van die influencers of zo die even een nummer gaat maken of zoiets, weet je wel. Of die kwaliteit. Mensen gaan echt, denk ik, schrikken van de kwaliteit van de muziek. Ik ben benieuwd hoe mensen hier dan over 2 jaar op terugkijken, want nu heb je eigenlijk alleen een nummertje met je vader gemaakt. Ja, mag en dan ben ik benieuwd als iemand dit beeld gebruikt over 2 jaar of zo, waar je dan staat. Ja, man. Heb je zelf een idee of een doel? Waar je zou willen staan, zeg maar, tegen die tijd? Ik denk wel dat mijn muziek goed ontvangen gaat worden. En zeg maar echt door mensen die van rappen houden? Want je gaat voornamelijk rappen, denk ik. Of voor mensen die... Gewoon voor iedereen. Ik heb letterlijk voor iedereen. Mijn eerste tracks zijn wat vrouwelijker, zeg maar. Qua voor de meisjes. Mm-hmm. Maar ik heb ook veel drill gewoon gemaakt. Echt straatdrill. Heb je zoveel meegemaakt op straat dan? Ja, jongen. Ik bedoel niet lullig, hoor, maar... Ik heb wel veel meegemaakt. Kun je een stukje laten horen?
op beeld? Is er zeg maar iets wat je wel mag laten horen? Wil je niet een klein stukje drill horen? Want mensen verwachten toch al dat zingen. Ja, yeah, sure. Dit is drill, hè? We pushen het left, right. Het is je boy van Dijk. Mama, ik word rijk. Nog steeds spoel ik kap in Nike. We pushen het links, recht. Even de microfoon is dat, hoor. We gaan verder. Nee, bro, dat is het. Ah, shit. Fucking sick. Dat is drill. En wanneer ben je terug? Wanneer ik terug ben, van de vakantie? Nee, gewoon terug. Wanneer ben je terug met al die muziek? In augustus ga ik denk ik mijn eerste nummer uitbrengen. Over een maandje. Komt eerst groot nieuws aan over 2 weken. Mm-hmm. Echt groot nieuws aan. En daarna, over 4 weken, 5 weken, dan ga ik mijn eerste nummer droppen. En dan blijf ik maar droppen gewoon. Heb jij een plan gemaakt voor een jaar? Weet je op welke nummers eerst komen? Ja. Maar daar ga ik niet zo voor zeggen natuurlijk. Maar dan ga je dadelijk aan mij laten luisteren, toch? Ja, ja. Ja. Gast, dadelijk word je gewoon een nieuwe Lil Kleine. Ja. Het kan gewoon, hè. Je bent wat? 17? Ik kan ook echt niet wachten zeg maar, om alles te laten horen gewoon. Ik zie alleen maar stickers, gewoon vieze gooi. Ja. Waarom zeg je dat het tijd is, terwijl jij mij mist, terwijl jij mij mist? En zeg je dat het tijd is, gewoon niet weg, 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 weg. Dat is heel veel, bro. Zo sick. Ga niet te veel laten horen. Ik was het aan het doorspoelen. Het is een veel hoger stuk zang, maar ik ga het zo horen. Maar wat mensen niet weten is gewoon, je hebt geen autotune nodig. Ja, maar als je autotune nodig zou hebben, zou het gewoon puur zijn omdat het nice klinkt. Omdat het gewoon hoort. Of bij, hoort bij het liedje, inderdaad. Ja, bro. Ik zo gemotiveerd ook. Ja, ja, ja. We gaan daar even alles luisteren. Echt zijn. Maar wat mij dus opviel, wat mensen misschien niet weten. Voorheen in jouw bio stond het e-mailadres van je oom. Ja. En in één keer zie ik daarna Nathan Moscovici staan. En voor de mensen die niet weten, dat is de manager achter Lil Kleine. Kun je daar iets over zeggen al? Nee man, ik ga daar niks over zeggen. Zullen we even een paar vragen van kijkers beantwoorden? Ja. Even kijken. Oh wacht, je hebt nog iemand ontmoet tijdens boksen. Ja. Ja, klopt. Je bent verliefd. Verliefd ja. Hoe lang al? 5 maanden of zoiets. Best wel lang man. Zo lang heb ik nooit gehaald. Maar hoe heb je elkaar ontmoet? Ja, kickboksen. Je zag haar vechten en ik dacht, met jou ook vechten, maar dan in bed. Ik dacht, daar moet ik mee, daar moet ik mee stoeien. Met, ik was echt gefocust op mijn sport, zeg maar. En ik was niet bezig even met meisjes. Dacht, ik was gewoon vol met door met kickboksen bezig. Als je dan iemand nou, toevallig tegenkomt, ja. Ik kies er ook niet voor om verliefd of zo te worden. Nog, wat was de eerste date? Zeg maar, vertel even, heel kort, hoe is dit gegaan? Nee, de eerste date was gewoon gezellig even bij mij gewoon chillen. gewoon chillen, gewoon even... Niet gezoend of zo, gewoon chillen. Nee bro, daar ga ik niks over zeggen. Gewoon chillen, gewoon... We weten genoeg. Even elkaar beter leren kennen. Oh ja, wel. Huh? Ja, man, dat. Ja, weet je, is friet of patat? Patat. Ach joh. Een patatje met. Frietje met. Nee, dat... Maar ik kom uit Brabant. Hoe vind je het om een bekende moeder te hebben? En vader. Ja, zoals voordelen zijn nadelen gewoon. Mensen hebben wel een beeld van je, dat mensen is wel, hebben wel gewoon lastig, toch? Altijd een vooroordeel over. Ja, ja, ja. Niet alleen voor mijn moeder, maar ook over mijn ouders, maar ook over mij gewoon. Terwijl als je me kent. Als iemand zich kut voelde of zo, dan was je de eerste die kon vragen, hey, hoe gaat het met je of zo. Dan voelde jij dat aan of zo. Ja, klopt. Ja. Mis je het een space zijn en je video's opnemen? Ik mis het wel. Ja. Maar ik heb wel voor gekozen om natuurlijk zelf om eruit te gaan. Mm-hmm. Dus dat heeft natuurlijk ook wel een reden. Wie heeft jullie leven tot nu toe het meest beïnvloed in slechte of goede manier? Ik ben mijn kickbox trainer. Ja? Serieus. Ja, op een goede manier, hele goede manier. Ik ben gewoon mentaal, ik weet niet. Ik ben daar wel. Ik ben gewoon mentaal ook anders gaan denken. En, ben je blijer of gelukkiger? Ja, ook wel. Nou, toch ben ik wel gewoon een beetje agressief, want ik gewoon hou van vechten, weet je, kickboksen. Dat ik dan nu. Ja, ik ben bijna wel. Als ik dat dan nu gewoon niet heb. Zomaar. Ja, als ik nu zeg kom dan en je geeft echt een teken. Dat zou zo'n goede shot zijn geweest. Nee. Ik wil een keer tegen je sparren voor een video. Ja? Yes. Is goed, handschoentjes neem ik mee. Ja, maar niet mijn neus, ik wil niet mijn neus breken. Dan kunnen we gewoon op lichaam. Heb je je neus ook weer gebroken? Nee, wel mijn knokkels. Gebroken? Ja. En toen? Gewoon doorgaan. Iedereen breekt zijn knokkels. Dat is echt goed. Dat is goed voor je? Nee, ja, maar als je iets echt wil, dan lukt het 100%. Meisje met of zonder make-up? Nee, nou, wat voor meisje? Dat is een heel lelijke zonder make-up. Ik hou van een meisje die, dat je niet, dat je naast haar wakker wordt en dat je denkt van, hey shit, grap. Omdat gewoon, voor de vriendin die ik nu heb, die is heel, vind ik heel... Puur of zo in het gezicht. Dat vind ik echt mooi. Die val ik ook heel erg. Die draagt ook geen make-up en ik vind hem nog heel mooi. Zou je eerder met een fan daten of iemand die je niet mag? Wat? Natuurlijk. Maar met een fan daten ligt eraan hoe erg de fan is. Dat je als echt helemaal gek vindt en alleen maar trill is, zou ik liever met iemand daten die ik niet mag. Heb je nog contact met Sam C, Tim, Galit en of Melle?
En met wie het vaakst? Ik heb Melle toevallig laatst nog een bericht gestuurd. Want ik trots op hem ben dat hij zo lang gewoon erin blijft en zo. Gewoon, hij gaat echt lekker. Ik zie hem wel echt als space gewoon. Space ja. Denk aan Melle. Sam Clea ook nog laatst mee gefacetimed. Die heb ik echt niet meer gesproken. En Galit spreek ik wel wekelijks. Ja, Galitje gaat ook wel lekker. Tim spreek ik ook nog wel. Droom van heel veel jongens. Tim gaat ook wel lekker. Ik ben wel echt trots op die boys. Ja, het is gewoon wel lekker. Ik zou gewoon wel klaar voor ze staan met shit ofzo. Nou mensen, ik denk dat dit genoeg updates waren over Sammy. Wij gaan nog even verder lullen. Hij gaat me even al zijn muziek laten horen. Haha. Wil je nou weten wanneer Sam's muziek uitkomt? We gaan daar sowieso een nieuwtje over plaatsen op ons Instagram account. Teenmac.nl, waar we allemaal slap, gossip en Netflix nieuwtjes plaatsen. En ga zeker Sam ook even volgen. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. Laat hieronder even een leuk berichtje aan Sam achter. En ik zie je later. Rustig. Rustig. Ciao.